mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij, Warker oftewel Wart. En vandaag is er weer een nieuw voertuig uitgekomen. En dat is de Vapid Slam Truck. Kijk naar dit ding. Het ziet er wel leuk uit. Ik heb hem hier al onder mij staan, want ik sta erop, zoals je ziet. En ik ben hier ook met Rune natuurlijk. Goedendag. We gaan hem vandaag even pimpen en checken wat... Auw. En checken wat je allemaal kunt doen hierachter. Want misschien kun je zelfs vehicles erop vastzetten. Dat zou wel echt heel chill zijn. Of dat die automatisch vaststaan of zo. Hij rijdt vanaf nu heel kaka. Hij kan letterlijk niet draaien. Kijk, dit is de beste draaicirkel die ik eruit kan krijgen. Hij heeft wel leuke piepjes als hij achteruit rijdt. Maar kijk, dit is de beste draaicirkel. Even. Mijn hele pook staat helemaal, ja, oké. Okay. Ik denk dat ik hier even zo ga moeten doen. Dat doet hij wel snel. Hij heeft al best wel power, zeg maar. Ik heb hem in blauw gekocht, zoals jullie zien. En ik ga daar al sinds remmetjes op zetten. Oké, okay, repair vehicle. Armor ga ik er niet op zetten, want dat maakt het alleen maar zwaarder. Dus wel race brakes. Oké, okay, front bumpers. Oké. Gaat de dingen eraf. Oké. Dat ga ik niet doen. T-bar. Oké, dat ziet er wel vet uit. Oké. Het heeft wel vette upgrades. Power ram. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga denk ik met de T-bar. Die vind ik er wel het vetste uitzien. Oké, dat is de enige bumper dat ik kan doen blijkbaar. Ik ga er wel een IMS upgrade op zetten. Oh. Oké, stok. Waar zit die stok? Oh, exhaust zelfs. Ah ja, hier aan de zijkant. Oké. Dan komt hij daar van achter te staan. Oké. Dan komt hij zo zijdelings. Oké. En dan met een heat shield. We moeten natuurlijk wel een heat shield erop doen. Ja. Dan de grill. De grill. Oké, blauwe grill. Oké. Geen mooie grills. Dat is precies een verwarming. Dat is precies een chauffage. Wat? Ah, nee, dat is niet mooi. Ik denk dat ik gewoon zo ga doen. Ja, dat is heel mooi. Oké, hoed gaan we een beetje, ik weet niet, zo. Arrow. Ik zie het verschil niet. Oh ja, oké, zijkantje daar. Oké. Dan het Vapid logo. Ja, en sowieso een Vapid. Secondary Vapid. Oké, secondary Vapid. Horn. Ja, sowieso. De coole toeterhoren. Ja. Nee. Ik wil hier een neonkit onder zetten. Zou ik zo'n dikke neonkit hieronder zetten? Rip the money. Ik ga hier een neonkit onder zetten. Dan, ik ga de kleur nog niet veranderen, want ik weet nog niet welke kleur ik dit hele ding ga maken. Oké. Livery. Streepies. Oké. Streepjes. Vapid Motor Company. Oké, dit ziet er wel vet uit op zich. Diego's Garage. Auto Repair Part. Car Parts. Oké, dat is wel cool. Oké, White Stripes. Oh, dit is wel cool, ken ik. Glass Heroes. All Major Models Cracks Filled. Of Filled, daar staat gestond Filled. Oké. Dit is wel cool. Ja, op zich. Estancia, dit ziet er zo duur uit zo. Premier Stripes. Stronzo, what the fuck, wordt dit een raceauto? Bennies. Maar ik vind Bennies gewoon omdat het gewoon Bennies is. Like, Bennies. Ja. En dan Los Santos Customs met mufflers, tune-ups, tires. Ik weet niet hoe dat je daar tires in gaat krijgen, maar oké. Deze Benny. E-Cola. Black Flames, White Flames, Hustle Time. Oké. Eigenlijk echt nog veel dingen. Oké. Ik vind het dakje wel vet zo. Dit vind ik op zich wel vet. Precies, echt voor helemaal uit cars te komen. Ja. Met een dak. En dan douche. Oftewel Benny's, ja, oftewel. Benny's.
Ja, Benny's is wel vetter eigenlijk. Ja. Ja. Oké. Oké, dan mirrors. Ik vind die grote Oei. mirrors wel vet eigenlijk. Zo'n grote ronde. Ik vind dit allemaal niet. Ik vind gewoon de standaard het vetste. Zo. Respray, dat gaan we dan ook nog als laatste laten. We kunnen hem voor 850k verkopen. Transmission. Echt, ik ga eerst kijken of Turbo. Oké, Turbo doet het niet helemaal. Dus dan gaan we gewoon met Transmission bijvullen. Visors. Oeh. Oeh. Oké, dat is wel cool. Hoe groot kunt je het maken? Schoon een petje. Oké, laten we gewoon primary patchen. Wheels, dat gaan we ook als laatste laten. En dan windows wil ik niet blinderen. Oké, dan gaan we eens kijken naar de color, de respray hier. Respray, de wheels en de neon kit. Ja, Niet genoeg wheels. oké, maar oeh. Ziet er echt raar uit. En tegelijkertijd cool. Zich ziet het er wel vet uit. Als je zo dit doet en dan zo als secondary zo. Wel, ik wil wel zo bij blauw houden Oh, zo. en Zo. blauw, oké. Of Dit is misschien het mooi. rood. Rood is ook wel cool. Ik ben voor rood, maar uw auto. Oké, wacht, we gaan even erdoor Oké, maar kijken. groen lijkt echt zo gewoon militaire vehicle of zo. Ja. Paars. Oh, dit zou wel vet zijn, maar daarvoor moet ik nog een C-Race doen. Dark blue kan ook nog. Nee, maar ik vind rood wel vet eigenlijk. Maar dan misschien eerder zo zwart en dan primary Andere kleur of rood. hè? Zo. Of misschien is er een donkerder rood? Nee. Ach, pak dat dan maar, ja. Ik ga dit Kijk doen. eens Zo. aan. Kijk wat doen. En dan de. Wacht, Wheels en een neon kit De smaak. wheels ga ik nu doen dan. Wheel type ga ik wel zo'n off-road doen. En dan vind ik meestal Niet die meer Concave Rally Master vind ik er wel echt vet uitzien eigenlijk. Dus ik ga moet je die die pakken. pakken? Nummer En rode die ga ik wielen. dan gewoon zwart maken. Ah, En tire design erop. Tire enchantments. Niet dat je dat zou kunnen raken, maar oké. En dan dikke red Sam. tire smoke. 20k kost dat red tire smoke. Ik ben echt broke, zoals. Nou, Oké, niet zo brok als lights mij. nog dan. Neon kit, neon color gaan we rood doen. Kijk, kijk eens Oké. aan. Beter, het is nu een beetje donker buiten, zodat we die neonlichtjes kunnen zien. Nee, we waren hier al 's nachts toen dat we video opstarten. Dus Ja. waarschijnlijk is het nu ochtend. Oké, het is Nee, ochtend. toch Oké, maar je niet. kunt het best goed zien. Oeh, dit Oké ding ziet er echt dan. vet uit. Oké. Zal Ik. ik mijn Maar je hel. kon het interieur niet fixen. Oh, ik vind het Ja, dat is wel interieur niet jammer. zo mooi zo. Maar oké. Oké, Kom, zal ik Bellu hem helpen? Hellfire. Komt dan ook zo langs buiten die rook. Pas op met rijden, pas op met te rijden. Je weet, spant hij ineens voor je neus. Ja, raak maar Oh. rap ergens tegen. Hij is gespant. Oké, dit ding is vet. Dit ding is vet. Ik kan gewoon de hele tijd wheelies draaien. Of gewoon donuts draaien met gewoon een auto achterop. Oké, checken of dat je er een auto achterop kunt zetten. De Hellcat is niet de laagste auto. Wacht, ik Oké, ga wacht, het. probeer met een We wheelie. gebruiken Probeer met een de. wheelie. Ja. Oké. Het is duidelijk niet de bedoeling. Haha. Waarom zou je een auto als dit releasen en er niet voor zorgen dat er auto's op kunnen staan? Allee, Moment, ik heb een dat ander idee. kleine randje is ervoor gemaakt, hè? Er is een auto voor gespawnd. Shit, die is nog groter. Oeh, die is wel vet. Ja, dat is zo'n CEO vehicle. Een dikke CEO vehicle. Oké, wacht. Ik ga even gewoon hier in het midden staan. Zo, perfect. Oké, wacht, ik ga even draaien. Ik
Ik vind die witte Dit was zetels mijn echt eerste mooi. gekochte auto ooit in GTA Online, de Rumpo. Very nice. Oké, dat gaat wel. Oké, Oké, ik ga ik sta rijden. nu op handrem. The fuck, GTA. What the fuck? Als ik traag rijd, valt het op zich nog mee, maar... Oh, Wacht, ik ga gewoon GTA. deze pakken, de orkel. Orkel, kom hier. Dan maak je Blijf het testen. zo'n coole auto en dan kun je daar geen auto op zetten. En Wat dat een was eigenlijk de neuk. bedoeling van die auto. Allee, ik vind dat illegaal. Ja, kijk dan, what the fuck. Die auto beukt daar gewoon. Ik sta nu op handrem. Oké, moment. Maar ik Die zal even een auto lekker... is groot, maar niet te groot. Waard. Dat was niet de bedoeling. Waard. Ah. Kom, neer, stop met die auto. Ik heb deze nodig voor een test. Ja, mag ik? Dank u. Je krijgt 2 euro als je meehelpt. Als je meewerkt. Die man gaat er gewoon zelf op rijden. We zijn gewoon van, ja, als hij het niet kan, dan doe ik het wel. Oké. Snel, want die man is boos op mij. Het is er duidelijk niet voor gemaakt. Nee, want ik moet echt rijden. Om het gas geven om erop te rijden. Ja. En toen glitchte hij eraf. Ja. Ah, wel ze baan. Dat is wel heel spijtig dat. Eigenlijk had ik hem wel gekocht voor dat. Ja. Ik ga hem nu toch moeten verkopen, denk ik. Dat ging ik sowieso doen, waarschijnlijk. Allee, dat is ook wel weer een paar honderdduizend k weggegooid. Dus hopelijk vonden jullie deze video leuk. Ik vond het op zich wel leuk, want je kunt hem heel mooi pimpen, maar je kunt er geen auto's op zetten. Dat is, ja, dat is kak. Dat is pure kak. Oké, toen kwam jij eens door dat gras. Allee, ja, struik. En auw, daar kan ik dan niet door, hè. Het enige leuk, oké, ik vind wel een paar dingen leuk aan deze auto. Dat hij gewoon zo, hij heeft een cool motorgeluid. En ja, hij ziet er wel nice uit. En het piepje vind ik ook leuk. Ja man, breekt het polsje broer maar even af. Piep, piep. Allee, tot de volgende video. Hopelijk heeft Gidi... Gidio heeft GTA tegen dan een beetje nagedacht en ervoor gezorgd dat je hier wel een auto op kunt zetten op een normale manier. Maar ja, tot ooit. Ben met ernaast.